binnen. Welkom op Studio Winterland, Pop-Up TV op de ijsbaan. Het is al gaan schemeren, het is laat. Aan tafel zit Astrid van Pelt van Funky. Astrid, voor de mensen die het niet weten, Funky, wat is dat? Het is een organisatiebureau in Schiedam. Ja, wat hebben jullie zo al gedaan, grofweg? Best veel. We doen altijd productie van de brandersfeesten. We hebben een aantal keer de ijsbaan gedaan, maar die was natuurlijk wel kleiner als van die van meneer Duursma. Veel dingen voor de gemeente, bedrijfsfeest, de landelijke Sinterklaasintocht hebben we aan mee mogen werken. Dus jullie zijn wel het bureau van Schiedam, zo'n beetje. Ja, dat klopt. Zeg je in volle bescheidenheid. Ja. Dit keer zit je hier vanwege de kerstmarkt en die komt in de Korenbeurs. En dat is natuurlijk een geweldig gebouw daarvoor. Hè. Dat leent zich echt ervoor. Je hebt het ook in de kerk gedaan. Maar ja, dat is altijd een beetje hol, klinkt dat, hè? Ja. Ja. Waarom de Korenbeurs? Nou, de grote kerk is natuurlijk altijd een probleem op zondag, omdat er altijd diensten zijn. Ja. En we wilden heel graag op zaterdag en zondag een kerstmarkt. Het is trouwens een project van het centrummanagement en de gemeente. Wij hebben die opdracht gekregen. Grote kerk ging dus niet lukken. De havenkerk staat natuurlijk nog in de stijgers van binnen. Ja. Dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. En de Korenbeurs was deze maand vrijgekomen. Ja. En 1 en 1 was 2 eigenlijk. Ja. Mooie locatie. Ja, waar nog nooit... het is echt dé locatie. Ja. Hè? Ja. Maar ook de ruimte voor de deur. Ga je daar ook iets doen? Ja, we zijn... Aankleden, lichtjes. Ja. Ja, we hebben vandaag het decoratieplan een beetje gemaakt. Inderdaad, wordt nog mooi uitgelicht. Hij is natuurlijk al mooi uitgelicht. Ja. Daar komen nog wat spots bij. Rode loper, kerstbomen. Tafels waar je lekker kloermij kan drinken buiten. Dus de buitenkant wordt ook gezellig. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Nou, binnen is het heel mooi. Het is een vierkante ruimte. Daarboven is een balustrade omheen. Hè. Jullie zijn ook op de bovenverdieping bezig? Nee? Nou, dat had heel mooi geweest. Maar de onderverdieping is helemaal verhuurd. Daar staan nu volgens mij 23 ondernemers. Ja. En een grote catwalk is er en tafels en helemaal gezellig. Ja. Alleen om die bovenring ook gezellig te krijgen, ja, dan hadden we nog 22 ondernemers erbij moeten krijgen vanuit Schiedam of omstreken. Het is natuurlijk wel leuk dat het echt Schiedam is. Het is nu echt Schiedam. En dat durfde ik eigenlijk niet aan. En dat had denk ik ook niet gelukt. Dus de bovenbalustrade blijft gesloten. En het is eigenlijk alleen echt op. Eigenlijk beneden, oké. Ja. Nou, je mag best een beetje praten over wat voor soort bedrijven daarin komen, hè? Ja, het zijn echt de Schiedamse ondernemers. Ja, noem maar eens wat op. Ja, je kan denken aan Le Marché, decoratiespullen. Schiedamse vrouwen. Schiedamse vrouwen. Home Presence is aanwezig. De Korf, die zit op de Dam. Woondecoratie. Partie natuurlijk, altijd. Met de noten en de lekkere delicatessen. Ja. Koppend slaapcomfort. Espresso met lekkere koffie en thee. Ja. Boekhandel van Leeuwen. La Marché. Dat is wel een gezellig stel dus bij elkaar. De Wereldwinkel, Stichting Kunstwerk en Jacques Tangen staat er. Dus je kan ook mooie kunstwerkjes kopen. Wat gaat Jacques doen? Nou, Jacques heeft... Ik zou hem wel eens willen zien dat hij een ezel neerzet. Nee, hij daar even met verf tekeer gaat. Nee, Jacques gaat gewoon leuke spulletjes verkopen. Hij heeft natuurlijk een mooi servies. Hij heeft keramiek. Hij heeft van alles. En dat zal inderdaad op zijn kramen te zien zijn. Ja. En Stichting Kunstwerk gaan kunstwerken van diverse kunstenaars verkopen. Ja. Dus ik heb nog niet iedereen genoemd, maar er is gewoon echt van alles te koop. En gewoon allemaal leuke hebben dingetjes. Wordt er ook muziek gemaakt? Is er levende muziek aanwezig? Ja. We hebben op zaterdag de Rijnmond Band 3, die komt optreden. Echt waar? Ja. Dat knettert eruit dan? Ja. Of is dat voor de deur? Nee, dat is wel binnen. Maar wat is Rijnmond Band 3? Rijnmond Band 3 is zeg maar de mensen die altijd in de Rijnmond Band hebben gespeeld. En die niet meer zin hebben om 3 keer per maand op te treden. Maar je bedoelt dat het maar 3 mensen zijn? Nee, dat heet Rijnmond Band 3. Nee, dat zijn eigenlijk de senioren. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg van de Rijnmond Band. Ja. Het is een zittend orkest. En ze maken gewoon hele mooie muziek, dirigenten voor. Ja. En we hebben een Dickens koor, dat komt volgens mij uit Nieuwland. Ja, dat is altijd kerst, hè? Dickens is altijd... Van een koor uit Nieuwland. We hebben een zangeres, Sam Perry, die zingt hele mooie liedjes. We hebben een kerstlounge DJ die tussendoor draait. Ja. Maar we hebben ook een modeshow. Ja. En de modeshow wordt georganiseerd door Schiedamse vrouwen.
een aantal ondernemers die met kleding, die kleding verkopen op de Hoogstraat, die doen aan die modeshow mee. Ja. En die is op zaterdag en zondag, die wordt steeds herhaald. Ja, je brengt daar een soort catwalk aan. Ja, ook. Klopt. Ja, er is een catwalk en zij organiseren het verder. Dus dat is in goede handen. Ja. Ik bedoel, het zal wel iets moois worden. Ik heb het nog niet gezien. Je hebt net wat bedrijven opgenoemd. Het is toch wel een beetje, als ik dat ook hoor, met die mode erbij. En dames, een meiden aangelegenheid voor 70%. Of natuurlijk komen de mannen, maar... Nou, we hebben ook de... trekt vrouwen aan, altijd. Zeker. Ik denk ook dat dat zo is. Maar mannen vinden het... Ik bedoel, ik heb nooit zoiets gehad van... Hey, er zijn alleen maar vrouwen. Maar nee, we hebben ook Wijning staan. Wijning van de Dam. Wijning Wijn en Beleving. Die verkopen wijnen. Maar die doen ook kleine proeverijtjes tussendoor. Ja. Ja, dat is, daar dat, merk ik dan dat het wel weer een mannending is. Ja, 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 ja. Die komen daar wel weer op af. En er zijn ook een aantal workshops. Je kan ook dingen maken. We hebben atelier stukje bij beetje. Daar kan je mozaïek kerstcadeautjes maken. Oké. Okay. En we hebben Atelier Vreubel, die zit in de Broersveld. Daar kan je kerststukjes maken. Ja, dat zijn denk ik wel wat meer vrouwendingen. Maar mannen vinden het eigenlijk altijd wel leuk om ook naar de kerstmarkt te komen. En er is natuurlijk horeca. Kijk, en dat is weer voor de mannen. Ja, ja, ja. Is jij een Jeneverstad, hè? Is er Jenever te krijgen ook? Of is dat vergunningsmatig moeilijke zaak? Dat is zo'n vergunningsmatig moeilijke zaak. Ja. Ik heb Alwine van het Geneve Museum ook gevraagd om er te staan. En dat wilden ze ook heel graag, alleen ze kregen niet rond. Maar zo om Geneve dan te verkopen op de kerstmarkt, dat had sowieso niet gelukt. Dan hadden mensen het wel kunnen kopen, maar dan hadden ze daarna naar het Geneve Museum gemoeten. Naar de slijterij om de flessen te halen. Kunnen allicht folders uitgedeeld worden van Zeker. Een fantastische nieuwe tentoonstelling die er staat. Heb je nog gezien, Astrid? Nee, ik ben nog niet wezen kijken. Nou, ga er maar eens heel gauw heen dan, hoor. Want die zullen we sowieso meenemen naar de kerstmarkt. We gaan naar kijken. Welke dag, welke datum is het er? En de tijden erbij graag. Zaterdag 13 december van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Ja. En zondag 14 december van 12 uur 's middags tot 5 uur 's avonds. Ja. Ik vergeet nog wel iets heel belangrijks. Wat ik heel graag wil noemen is de veiling. We hebben op zondag een veiling om 2:30. De opbrengst van de veiling is voor Serious Request. Ja. Er zijn heel veel Schiedamse bedrijven die veilingstukken hebben gegeven. Ja. En zondagmiddag om 2:30 zullen we met die veiling beginnen. Ja. Wat voor soort dingen worden er geveild, zei je? Het is bijvoorbeeld een shirt van Sparta met de spelers. Een boxclinic van Don Diego Poeder. Okay. Het zijn een belevingsbond van de VVV en het centrummanagement. Een wijnworkshop bij Hosman Vin. Een overnachting in de Bed and Breakfast van het Geneve Museum. Okay, het is echt Schiedams. Ja. En we hebben in totaal nu 37 veilingstukken. En ook van allerlei prijzen. Ik bedoel, je kan voor een paar tientjes iets kopen. Of echt voor een paar honderd euro. Bijvoorbeeld een workshop schilderen van Jacques Tange. Waar je het net over had. Wat jouw leuk op de kerstmarkt. Om Jacques achter de ezel te zien. Nou, die doet dus een workshop. Geeft die weg voor 10 personen. Als veilingstuk. Ja, en dat is wel... Dat doet hij in zijn eigen pand thuis. Ja, dat doet hij in zijn eigen pand. Leuk en dat is wordt geveild. Ja. Ja. Dus je kan je opbieden. Ja. Als je wil. Ja, ja, maar ik kan al een beetje schilderen. Oh, ja. Dan houdt het niet zo goed als Jacques, maar... Zit er nog een website aan verbonden aan deze kerstmarkt? Heeft de kerstmarkt een eigen website? Nee, we hebben geen eigen website. Je kan wel informatie vinden over de veiling op seriousambtenaar.nl. Op onze website www.funky.nl staan ook een aantal dingen. Maar we hebben flyers en posters uitgedeeld in de stad. En die liggen ook overal. Die kan je bij de VVV halen, bij de stadswinkel. Ja. Dus het programma staat overal. Dat zal ook morgen in de krant staan. Maar er is geen aparte website. Okay. Nee. Nog even in herhaling de datum. Zaterdag. Zaterdag 13 december en zondag 14 december. Ja. Zaterdag van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Zondag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's avonds. Ja. Nou, dat is het. Dat was het volgens mij. Ja. Astrid, bedankt. Dankjewel. Succes Dankjewel. Met de kerstmarkt. En we gaan allemaal naar die kerstmarkt, want het is natuurlijk hartstikke gezellig. En die Corbus die leent daar zich ook voor. En dat was de Pop-Up TV weer vanaf live vanaf Winterland. En straks gaat John verder. Die gaat met mannen van de gemeente praten.